Hallo allemaal, mijn naam is Maurizio. Dat was het. Zo, nou, we kunnen weer naar huis. Hallo, mijn naam is Maurizio. En mijn naam is Kira. En vandaag doen wij mee met Vragen Vuur Vrijdag, de kersteditie. En we gaan al jullie vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd. We hebben het opgenomen, hè? Oh ja, shit. Yes. Liever werken met kerst of toch het liefst thuis? Nou ja, thuis ben ik toch nog steeds wel het liefst. Mijn familie staat natuurlijk gewoon op nummer 1. Dus het liefst ben ik met kerst bij mijn familie. Maar als je bij de politie werkt, dan weet je dat je soms ook, ook met feestdagen moet werken. Ja. Doen jullie met collega's nog iets bijzonders tijdens de dienst met kerst? Ja, we eten samen, maar dat is het dan eigenlijk ook. Je voelt wel dat het een andere dienst is. Ja. Hij schiet wel voorbij altijd. Hoe was het om tijdens jullie werk gevolgd te worden door Ewout en zijn team? Ja, ik vond het aan het begin best wel spannend, hè, om met de camera op pad te gaan. Maar na een paar diensten hadden we echt wel door van zo werkt het. En hebben we eigenlijk die camera helemaal niet meer... Niet meer in de gaten, nee. Wat is jullie... Moest zo doen. Sorry hoor. Vind je wel heel streng voor mij. Ja, sorry. Kira, wat is jouw kerstwens voor al onze kijkers? Ja, we leven op dit moment natuurlijk, hè, een beetje in een gekke tijd. Dus gezondheid wil ik iedereen toewensen. Ja. En als je ons ziet, dan ben ik benieuwd wat jullie ons wensen. Laat even een reactie achter. Wat jullie kerstwensen voor ons. We krijgen complimenten. Want wij doen het echt supergoed in Bureau Nog 40. Ah, dat vinden we leuk om te horen. Fijn dat wij die krijgen, maar die is natuurlijk voor het hele team. Kira, heb je nog geen politie Instagram account? Ik ben de coördinator samen met andere collega's van het social media team in Eindhoven. En daarnaast heb ik mijn eigen account, dat is een sportaccount en veganistisch eten. En daar heb ik het druk genoeg mee, ja. Vind je het fijn als we gewoon een balkje erboven kloppen? Doe maar, klik hier. Nee, dat vind ik echt heel schraal. Nee, dat ben ik niet. Kloep. Werken jullie allebei tijdens de kerst? Ja, ik werk deze kerst wel, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik maar één dienst hoef te werken. En dat is met kerstavond, heb ik een late dienst. En verder ben ik eerste en tweede kerstdag vrij. En jij? Ja, ik werk eerste en tweede kerstdag in de nachtdienst. Maurizio, wat zijn typische kerstmeldingen? Maar ik denk dan vooral aan geluidsoverlast. Dus dat mensen toch een feestje hebben en toch wat minder denken aan de buren. Als je dus de ene keer bij een feestje bent waar het heel gezellig is en binnen 5 minuten bij een mevrouw of een meneer staat die zich heel eenzaam voelt, die geen zin meer in het leven hebt. Ja, dat raakt je dan op dat moment wel. Maurizio, hoe lang ben jij bezig met je haar elke ochtend? Oh, goeie vraag. Ja, ik denk een minuut of 5, 6 ongeveer. Maar ik doe het wel 3 keer. Dus ik word wakker en dan doe ik even douchen en zo en dan doe ik mijn haar. Dat is zeg maar de eerste keer en dan ga ik tanden poetsen, aankleden en dat soort dingen. Vervolgens doe ik het dan nog een keer. En als ik dan op werk ben, ik ben omgekleed, ik ben klaar om de dag te starten, dan check ik toch nog even of het goed zit. Je moet wel kijken. Ja, ja, kom rustig. En omhoog houden. Mm-hmm. Is het strafbaar om te vluchten met een politieagent? Nou, Maurizio, vertel. Ja, ik had wel kunnen verwachten dat er dit soort vragen voorbij kwamen. Maar nee, het is niet strafbaar. Maar de vraag is, wat is je doel? Staat er bij jou thuis ook een kerstboom? Zeker, 100%. Bij jou? Nee. Staan jullie open om aan nog meer tv-programma's mee te werken? Ik denk we zouden daar wel voor openstaan. Maar het is natuurlijk wel de vraag, wat voor programma? Bij Station. Ik weet dat je kijkt. Willen jullie allemaal bedanken voor het kijken en voor de leuke vragen die jullie hebben ingestuurd. En namens de politie Nederland wensen wij jullie fijne kerstdagen. En een heel gelukkig nieuwjaar. En niet vergeten om te abonneren op dit kanaal. En ons te volgen op Instagram. Vrouw Kira, ik vind dat heel leuk.